met onze campie. We gaan naar Scherpenzeel, naar camperplaats De Pol. Zo, lekker even weer rond de camperplaats lopen. Even onze benen strekken. Zandzakken voor de deur. We zijn heerlijk aan het fietsen. We gaan vanmorgen een fietsroute van de Grebbelinie midden fietsen. En het is lekker weer om te fietsen. Zonnetje erbij.
perfect zo. Hindernissen. Voor ons een hele mooie bosrand. We fietsen constant tussen de weilanden door en dan weer een stukje bos. Het is ontzettend mooi stukje wat we al gefietst hebben. Hier zien jullie de camperplaats alweer. Ons rondje zit er bijna op. Het was een hele mooie fietstocht. Terug op de camperplaats. ...30,9 kilometer gefietst. De kerk in Scherpenzeel.
De hervormde gemeente van Scherpenzeel. Kijkje in de stal. Even een inkijkje in de stal. Wat kalfjes liggen hier. Zakje, wil je niet? Oh. Die had je nog niet. Ja, dat zou je al kunnen doen.
mooi om dat te zien. Waar? Deze, de avond. Stiertje geboren. Een stiertje? Zo is het. Ik ken hem maar weer wezen. Een stukje lopen over een stukje van de Grebbelinie.
Jullie zien misschien nog wel stukjes wat die we onderweg ook hebben gezien. Mooi die kleuren nog, dat roodachtige. Even op zoek naar de geocache. Misschien wel onderin die buis? Nou ja hoor, na even zoeken hebben we er weer een gevonden. Lekker vanmorgen allemaal paasontbijt. We hebben heerlijk geslapen hier. Het is alweer de laatste dag en dan moeten we alweer naar huis. Eet smakelijk. Lekker warm croissantje. Ja, dat kan allemaal, hè, tegenwoordig. Ja. Even het snoer inhalen en onze vakantie zit er weer op. We hebben het genoten hier. We moeten weer naar huis. Mooie omgeving. Gefietst, gewandeld en nog een geboorte meegemaakt. Hartstikke leuk. Ja, tot de volgende keer. Spijkie, ga maar naar binnen. Gaan we weer naar huis. Goed zo, ga maar naar binnen. Ga maar. We gaan naar huis, lieverd.